En hoe is dat voor jou, Ditte? Hoe probeer jij een soort van voorbeeldrol daarin te spelen voor de mensen in jouw team of in jouw omgeving? Ik bevind me ook wel in een zeer hectische omgeving. En dan is het soms luisteren ook best lastig, zeg maar. Want er is heel veel ruis en er is altijd heel veel snelheid. En voor goed luisteren heb ik in ieder geval ook een stukje vaak rust nodig. En als je dan maar daarop gaat wachten, als het rustiger wordt, dan gaan we een keer zitten of reflecteren. Dan gebeurt het gewoon niet. Dus in de afgelopen 3 jaar hebben we heel bewust tijd ervoor ingeruimd. Gewoon jongens, koppen bij elkaar. We moeten nu reflecteren. Om echt even weer boven onszelf uit te stijgen. En te kijken, waar staan we? Wat gebeurt er? Hoe voelt het voor je? En onze breinen zijn er eigenlijk ook bijna niet voor gemaakt om dat niet te doen. Hè? Dus het is ook een ongelooflijk complex ding. Want we worden continu getriggerd op allerlei levels. Ja. Dus heel snel komt, je vindt er al iets van, ik vind het leuk of niet leuk, ik vind het mooi of lelijk. Er is altijd al iets wat jouw brein zegt van, oeps, oeps. Precies. Dus dat, ja. Dat is een begrijpelijke. Heb jij iets specifieks wil? Jij hebt in een training gezeten, leiderschap in luisteren. Dat was met jouw team zelfs. Dat was een bijzondere ervaring. Kan ik me nog levend herinneren. Daar zijn al die aspecten waar Beate er nu eentje van pakt. Hè? Dat cognitieve niveau waarin je die oordelen in jezelf, maar ook bij die ander tegenkomt. En wat doe je daar dan mee? Wat is voor jou het lastigste aan luisteren? Nou, als ik had geweten dat Beate dit antwoord ging geven, dan had ik gekeken voor een andere collega. Maar ik herken dat ook. Ik loop al 24 jaar binnen de firma rond. Je hebt een bepaald beeld bij de vraag van de klant. En als je dan bijvoorbeeld met het team gaat spreken over, joh, waar gaat het naartoe? Dan heb je eigenlijk al een heel goed, tenminste, ik vind van mezelf dat ik dan een heel goed idee heb waar naartoe gaan. Ja. En dan zijn in feite al een aantal luikjes dicht, zeg maar, in het kader van sta ik open voor de input van anderen. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog wel wat tijdsdruk en dan moet allemaal snel, snel, snel. En voordat je het weet, zeg maar, komt de driverstijl weer naar boven, hop, en dan gaan we. Ja. Dat blijf ik een uitdaging vinden. Wat ook, denk ik, heel goed naar voren komt in leiderschap en luisteren. Het stapje terugzetten en de grotere context, het grotere geheel, het. Dat is voor mij, denk ik, wel een leven lang leren. En dat is terwijl, zeker als je het hebt over het grotere geheel en het en het oplossen van maatschappelijke thema's of grote vraagstukken bij klanten, dan wel in het privé is dat natuurlijk uitermate cruciaal. Ja. En echt die nieuwe situatie, ook soms dat onbekende, durven te omarmen en te zien van, hé, waar hebben we nu mee te maken? Ja. Ja, en wat ik onze medewerkers altijd meegeef is, kijk, waar mensen werken, daar worden fouten gemaakt. Dus durf ook uiteindelijk je eigen mening erop los te laten, maar leg het wel heel goed vast. Zodat we het ook weer kunnen uitleggen waarom je tot een bepaald besluit bent gekomen. En het enige wat er dan kan gebeuren is dat er achteraf gezegd wordt van, ja, dat is een fout besluit. Dat kan. Dan leren we daar weer van. Ja, mooi. Maar ja, neem wel besluiten. Want dat merk ik inmiddels wel. Onze mensen worden natuurlijk ook wel huiverig om een besluit te nemen. Ja. En dan is het makkelijker om toch nog even weer een collega erbij te halen. Samen sparren is gewoon sowieso heel verstandig. Maar het continu maar verleggen op een ander tafeltje en weer het volgende tafeltje. Ja, dan ben je alleen maar aan het uitstellen. Ja. En daar schiet ook niemand mee op. Ja. Maar als het dus over die zoveel miljoen mensen gaat en zoveel bedrijven. Hoe vinden jullie dan dat? Wat zou er dan moeten gebeuren? Of op wat voor wijze zou de overheid naar al die verschillende stemmetjes en geluiden kunnen of moeten luisteren? Dat is voor mij echt een vraag, hè? Want het is voor mij gewoon bijna te veelomvattend om te kunnen beseffen. Het is ook wel een hele, hele grote vraag. Kolossaal, hè? Daarmee stelt, inderdaad. Ja. Dus wat het oproept is, goh, met welk mensbeeld werkt de overheid? En dat vind ik ook best wel een politieke vraag. Je voorbeeld, die sprak me in die zin ook wel heel erg aan. Want vanuit de burger gezien, denk ik, het beeld, zeg maar, van de overheid is dat het een instantie is, maar niet mensen. Dus ja, heel veel mensen zijn heel positief verrast als ze ons leren kennen. Ja. Dus ik gun iedereen juist de gezichten achter toeslagen te leren kennen. Ook daar waar het enorm pijn heeft gedaan. Dat heeft onze medewerkers natuurlijk ook ontzettend veel pijn gedaan. Die hadden niets liever dan de klok teruggedraaid. Maar wij krijgen dus ook, toch wel regelmatig een briefje
Als mensen ons hebben gesproken van hoe fijn ze het vinden. En het is altijd zoveel negatiefs in het nieuws. Dus dat ze juist ook de moeite nemen om dat briefje te sturen. Dus dat is wel heel erg mooi. Ja, het is wel boeiend wat jullie zeggen. Hè? Dus die gigantische omvang. Maar ook dat uiteindelijk komt het ook weer terug naar die individuele contact wat je onderling als mensen met elkaar hebt. Om daar ergens daartussenin zo tot oplossingen te kunnen komen. Dus dat doet mij dan ook wel een beetje denken aan mijn volgende vraag. Die ik zou willen formuleren als... hoe zouden we dan die urgentie voor dat betere onderlinge contact... of dat betere luisteren, hoe we dat zouden kunnen vergroten? Ik luister nu als volgt. Je gebruikt het woord urgentie en ik hoor het woord belang eigenlijk. Voor mij was de achtergrond van de vraag was het belang dan meer. Ja, precies. Ja. Dat is nu de opgave waarover het moet snel... We hebben niet zo heel veel tijd. De overheid wordt echt beter, maar gaat langzamer vooruit dan de samenleving als ontwikkeling doormaakt. Dus het gat wordt groter. Daarom is het urgent. Het belang is groot van, met name wat mij betreft, het vertrouwen in de democratie en het stelsel. Want zonder dat is het stelsel weg. Dan heeft mijn werk, heeft ons werk, heeft de politiek geen zin meer. Dat is echt heel belangrijk. En het gaat echt over een ander soort samenleving of politiek of democratie bouwen. Op welke fronten kan de bankaire sector beter worden in het luisteren? Dat is een open vraag, begrijp ik. Maar... Mag ik daar een hele interessante verbinding maken in dit gesprek? Wat ik waarneem is dat de sterke toezichtsoriëntatie van een bank afleidt van het luisteren naar de klant. Dus degene die het meeste aandacht van je opeist, krijgt, wordt het meeste naar geluisterd. Of het nou fijn of niet fijn is, hè, daar richt je je op. Mm-hmm. En de toezichtsdruk is zo groot, hè, dus het toezicht wordt zo belangrijk gevonden. En vanaf 2008 is dat natuurlijk ook wel een beetje logisch geworden. Is dat wat jouw aandacht krijgt, betekent een verlies van aandacht voor iets anders. Dus dan even terugkomend op je vraag. Dus waar het beter kan worden, is er zit een soort verband tussen alle mechanismes die om een bankensector heen zitten. Dus je moet je bijna onttrekken aan het belangrijk vinden van de toezichthouder om weer open te staan voor hele andere signalen. Dat uitzoomen, hè, dat gebeurt te vaak alleen in een deel van de sector en niet samen. Dus als je nou zegt van eigenlijk heeft die MKB er veel meer behoefte aan dat persoonlijk contact dan dat bedrijf van die 5 miljoen. En ik denk dat dat zo is. Want dat zijn vaak mensen die gewoon, ja, die willen het gewoon geregeld hebben. En we doen precies het omgekeerde. En als je dan uitzoomt, dan kan je rationeel zeggen, ja, dat gaat niet anders, want anders worden de kosten te hoog. Maar maatschappelijk, menselijk zou je kunnen zeggen, jongens, dat is toch iets wat we met elkaar eigenlijk niet moeten willen. Hoe gaan we dat nou anders doen?